Hallo allemaal, hier zijn we weer terug met een filmpje. Deze keer gaan we weer aan de slag met schilderen. Ik heb zoals altijd eerst mijn canvas een laagje gesso gegeven als primer. En hier ben ik een stuk karton in een plasticje aan het steken. En dat ga ik gebruiken als mijn schilderspalet. Omdat ik het gemakkelijker vind om dat te kunnen bewegen. En ik heb al gemerkt als ik het gewoon op mijn mat doe, die dat ook verdient. Ik beweeg mijn canvas nogal veel tijdens het schilderen en dan, ja, ik moet het niet vertellen, dan ligt ineens mijn canvas in de verf. Dus vandaar dat ik nu even een karton in een plasticje heb gestoken. Werkt perfect. En dan moet ik ook niet elke keer mijn verf opruimen. Ik heb plaats genoeg. Dus voilà, bij deze. Ik heb een grote borstel gepakt deze keer. Die maak ik een beetje vochtig. Zeker niet nat nat, gewoon wat vochtig. En dan ga ik wat wit verspreiden over mijn canvas. Het gaan heel lichte kleuren worden. Dus voilà, je ziet dat ik daar echt met een heel klein tikje dat blauw raak. En dat, ja, onmiddellijk zie je daar het effect van, hè. Dus je hebt heel weinig van dat blauw nodig om een mooi effect te hebben. Of toch al onmiddellijk effect te hebben. Ik ga daar nog redelijk wat wit bij doen om het toch nog lichter te krijgen. Een kruimeltje in mijn veld. Ook misschien even melden dat ik mijn filmpje op dubbel de snelheid van hoe dat ik het geverfd heb. Dus het gaat twee keer zo snel als dat ik het nu, of dat jullie het nu kunnen zien tijdens het filmpje. Voilà, het roze is ondertussen ook uitgesmeerd. En samen met dat blauw gaat het magenta. Dus ik heb blauw, magenta en turquoise daar liggen. Dat gaat een soort paarsig geheel. We kennen allemaal de roze of oranje lucht. En dat is zo'n beetje het effect dat ik wou creëren. In het najaar zie je meer de oranje lucht. En zo naar de winter toe vind ik het mooie rozige ook wel leuk. Dus dat is het effect dat ik hier wat wil krijgen. De kleuren blijven heel licht. Het idee daarachter is nog steeds een winterstafereeltje, zal ik het maar noemen. Het voorjaar komt eraan, maar goed, de winter hangt ook nog steeds wel een beetje in de lucht. De onderkant van het schilderij, daar ga ik in een bruin verven voor de aarde. Ik heb heel lang getwijfeld hoe ik dat zou doen, maar ja, hier staan de krokussen ook gewoon in de aarde. En niet in het gras of niet in de sneeuw, gewoon in de aarde. Dus ja, waarom niet op mijn schilderij, hè? Ik heb ervoor gekozen om zwart en bruin te gaan combineren, omdat ik toch wel een donkere ondergrond wil. En dan later kom ik daar nog op terug om daar wat schaduw- en lichteffecten in te brengen. Dus zoals je ziet is het vrij donker. Het ziet er bijna zwart uit, maar het is wel nog steeds donkerbruin. Ik meng ook mijn verf niet volledig. Ik meng die terwijl dat ik ze op mijn canvas aanbreng. En zo zit daar ook al wel wat schaduweffect in. Ook de zijkantjes niet vergeten. Dat is handig voor achteraf. Hier ziet je al dat ik met het bruin zo wat schaduw erin probeer te brengen. Af en toe veeg ik, maar heel vaak tik ik ook. Dus dep ik precies. Dan krijg je meer het effect van de kloddertjes van de aarde. Ja, de aardeklontjes. Dan als je te veel gaat wrijven. Nu, ook dat ga ik straks nog extra doen. Dat is voor na het bloemetje. Dus dat is zo'n beetje mijn achtergrond en ondergrond geworden. En die moet dan drogen, hè? Ik ga hier weer aan de slag met mijn heat tool. Als jullie dat niet hebben, pak de haardroger. Of heb geduld en doe de dag erna verder. Geen probleem, maar zorg dat het heel goed droog is. Voor de bloemetjes heb ik gekozen voor paarse krokussen. Nu, ik heb ook paarse verf die ik kan lichter of donkerder maken met mijn wit. Maar ik had hier nog het magenta en het turquoise op mijn paletje. Dus waarom zou ik nieuwe verf gebruiken als ik die nog heb en ze anders straks toch maar moet weggooien?
Dus vandaar ben ik een beetje aan het mengen gegaan. Dus wat zoeken zo in het begin. Maar uiteindelijk ben ik heel tevreden met de kleur die het geworden is. Het paarse. En daar ga ik mee aan de slag. Heel veel mensen denken ook dat het karmijnrood of het gewoon zo hartjesrode, dat de primaire kleur is. Maar eigenlijk is het magenta, waarmee je dan alle kleuren kunt gaan maken die je wilt. Denk maar aan als je je printerinkt koopt, dat is altijd magenta dat erbij zit. En dat zijn de dingen, de kleuren die kunnen gemengd worden tot alles eigenlijk. Dus, maar terug tot de orde van de dag. Je ziet dat ik al aan de slag ben gegaan en dat ik eigenlijk een heel simpel vormpje heb gemaakt. Dus ik heb gewoon 3 keer een bloemblaadje getekend in elkaar door. Dan pak ik een beetje wit op mijn borstel en ga ik daarover voor wat kleureffect. Ik pak terug het volledige paars op mijn borstel. En dan doe ik eigenlijk de bloemblaadjes waar we tegenaan kijken. Dus eerst heb ik de 3 bloemblaadjes gedaan aan de achterkant van de bloem, waarvan we de binnenkant zo gezegd zien. En dan doe ik de 3 bloemblaadjes waar we tegenaan kijken. Hetzelfde doe ik daarlangs. En dat is dan een bloemetje dat net iets meer schuin hangt, zal ik maar zeggen. Dus en door dat wit te gaan vermengen met het nog natte donkere paars, ziet je waar je bloemblaadje begint. Heb je een soort randje en toch ook een schaduweffect. Nu, dit is mijn basis. Zelfs als ik mijn bloemen erop staan heb, dan ga ik hier en daar nog wat extra schaduw. Dat is dan zo puur op het gevoel van totdat je tevreden bent. Zolang je niet buiten je lijntjes gaat, kun je eigenlijk niks misdoen. Nog wat scheutjes erbij en daar nog een nieuw bloemetje. Voilà. Dus zo ziet je elke keer opnieuw eerst de achterste 3 blaadjes en dan doe ik de voorste 3 blaadjes. Een krokus heeft ook zo dat typische kelk. Dat is geen rond bloemetje, dat is meer ovaal en dat loopt dan zo wat uit naar het steeltje toe. Ook dat tekent je best in je paars al wat mee. Wat ik ook wel vrij belangrijk vind met deze bloemen dan toch ook, is zorgen, je borstel heeft haartjes. En als je je haartjes neerzet op je canvas, kan het zijn dat je zo precies wat een gehakkeld effect krijgt. Probeer dat nu of straks, wanneer dat je bloemetje af is, dat toch zo af te werken dat je een mooie, egale rand hebt. Want een bloemblaadje is eigenlijk ook perfect. Tenzij dat er een insect aan geknabbeld heeft natuurlijk. Maar bekijk eens een bloem. Een bloem is eigenlijk de perfectie, om het zo maar te zeggen, hè. Je ziet dat een blaadje af is en dat daar geen imperfecties aan zijn. Tenzij dat daar een extern iets aan te pas is gekomen. En dan ga ik er nog eentje proberen zo wat achterin te krijgen. Altijd handiger natuurlijk als je eerst uw achterste bloemetjes tekent en dan pas diegene die ervoor staan. Ik denk dat dit ondertussen het laatste zal zijn. Of toch zeker het laatste volledige bloemetje. Dus om die egale lijnen te krijgen, zorg dat uw borstel heel goed vol verf hangt. Zoveel te voller dat die hangt. Heb je een beetje bang dat je dan te brede bloemblaadjes maakt? Dus zo probeer het eerst even op uw plastiek. Maar zorg dat uw verfborstel goed verzadigd is van de verf. Dan heb je ook ineens genoeg verf om daarna met de schaduwen, met het wit, om de effecten er zo wat in te creëren. Ik heb ondertussen een kleiner borsteltje genomen. En met dat kleiner borsteltje ga ik nu die effecten en die schaduwen wat accentueren en extra maken.
Dus dat is zoiets, ja, dat is wat op het gevoel blijven proberen, blijven wat verf bijnemen als je niet tevreden bent. Zorg je dat je bloemblaadjes zich aftekenen ten opzichte van elkaar door middel van het wit wat schaduweffect. Kijken van waar zou mijn licht komen? Staat uw zon aan de rechterkant of aan de linkerkant van uw canvas? Waar komt het licht op? Of langs welke kant schijnt dat op de blaadjes? Mag het dan wat donkerder? Waar mag het weer wat lichter? En zo is dat wat zoeken naar, naar het uiteindelijke resultaat, hè? Hier ziet je nu bijvoorbeeld dat ik heel veel wit erbij aan het doen ben. En dan ben ik daar toch niet zo tevreden van. Dan gaat je zelfs zien dat ik dat wit weer wat zachter maak door er met paars over te gaan. En zo blijf je eigenlijk. Dat is het handige aan die acrylverf die niet onmiddellijk droog is. Dat blijft bewerkbaar. Zolang dat je ja, niet goed weet wanneer je tevreden bent, om het zo maar te zeggen. Die scheutjespaars die ik dan in de aarde heb, die probeer ik ook wat lichter te maken. Gewoon zodat die goed zouden afsteken in het donker. Als ik die gewoon het donker paars zou geven, dan zouden die eigenlijk niet zichtbaar zijn in die donkere aarde. Maar door die dan meer wit te geven, gaan die weer wel mooi afsteken. Hier ben ik dat wit terug aan het verzachten. En dat gaat dan maken dat ik meer en meer tevreden word van mijn bloemblaadjes. Misschien ook wel even zeggen dat ik in het begin, als ik ben beginnen te verven, was mijn borstel ook weer zo net vochtig gemaakt, zodat die de verf goed opnam. Maar sinds ik bezig ben met die bloemblaadjes, ben ik geen enkele keer terug in mijn water gegaan. Dus van het moment dat je dan extra water op je borstel gaat maken, gaat dat je verf verdunnen en dan gaat het niet zo mooi mengen. Dan gaat je zo de streepeffecten minder zien. En dat is uiteindelijk toch wat schilderen ook zo wat in. Ja, die streepeffecten maken, vind ik een schilderij wel authentiek. Ik heb het ondertussen gedroogd. Ik denk dat je nog net zo'n stukje van mijn heat tool zag. En dan pak ik een heel klein beetje geel. En ik heb daar nog wat bruin op mijn paletje. Dat is weer zo'n voordeel. Ik heb dat niet weggedaan. Dus. En nu ga ik met een heel fijn borsteltje kleine puntjes zetten. Dat wordt dan de stamper van mijn bloem. Nu zie ik dat je het op scherm helemaal niet zo duidelijk ziet. Maar op het schilderijtje zelf is het wel beter zichtbaar. Nu meng ik met wat bruin om zo meer het oranjere effect te krijgen. Niet zo het felgele. En ga ik daar nog eens over. En ik bedek dan bijna volledig het felgele dat ik net gestippeld heb. Maar toch is er nog net genoeg zichtbaar om zo dat felle, toch naar boven te laten komen. Ik begin met het donkergroene, het petaloegroen. Daarmee maak ik wat strepen. En je gaat dadelijk op het scherm zien dat die kleur eigenlijk heel onecht overkomt. Dus die is zo wat doorschijnender, zal ik zeggen, op het witte, waardoor dat zo'n heel fel groen gaat worden. Door dat dik genoeg aan te brengen, ga ik daar gewoon een donkere ondertoon mee maken. Dus de bedoeling van dat groen is ook echt zo mee het schaduweffect te gaan verkrijgen. Want als ik het gewoon op zijn lichtste, is dat eigenlijk een heel mooi felgroen. Terwijl dat, als je het op het paletje ziet zitten, eigenlijk bijna een super donkergroen is. Dus het effect, je moet altijd je kleuren een beetje ja, uitproberen. Van wat kan ik ermee, wat doe ik ermee. En dat groen is nu zo precies net iets. Ja, translucent, iets meer doorschijnend. Dus ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar dus door het dik genoeg aan te brengen, gaat dat wel dat donker effect krijgen. Dan doe ik er zo af en toe eens van dat lichter groen en wit door. En op die manier ga ik dan verschillende gradaties krijgen in mijn
in de blaadjes van mijn krokussen. Ook hier weer zo in dat donkere van de aarde wil ik dat dat groen wel wat uitspringt. Dus dat mag van mij daar dan iets feller zijn. Ik probeer ook zo wat tussen mijn krokussen te gaan, zo het wat op te vullen. Die spriet was eigenlijk iets te dik, maar goed. Ik heb dat nog geprobeerd, maar dat ging niet. Dus de spriet blijft zo dik. Dan zorgen we dat die voldoende schaduw heeft, zodat ze niet uit de boot valt. Zo ziet je maar, er kan altijd eens iets fout lopen. Dat hoeft geen ramp te zijn, hè. Hier ben ik het lichte groen nog wat aan het mengen met het zwart. En doet je er dan nog een beetje van dat bruin bij, dan ziet je daar ook nog liggen. Dan krijg je weer zo meer het mossig groen, het olijfgroen, mossig groen. Dus zo speel met je kleuren, zeker wat er nog op je paletje ligt. Zoek wat je leuk vindt, wat je mooi vindt, wat je realistisch vindt. En blijf daar zeker, ja, uw weg in zoeken. Bij deze ben ik ook vrij lang bezig geweest, puur met ja, perfectioneren is veel gezegd, maar het mooi gelijk maken, zodat er niet ongelijke blaadjes zijn, dat het echt mooi gelijk is. Gelijk blaadjes ook echt zijn, gelijk bijvoorbeeld grassprietjes, die zijn niet hakkelig en takkelig, die zijn perfect recht. Dus als je die gedetailleerd wilt schilderen, ja, dan zit daar wel wat tijd en moeite in. Het puntje ook mooi puntig maken. Dat zijn zo kleine detailjes die ik wel vind dat een schilderijtje maken of kraken, persoonlijk. Je ziet dat ik hier zo de puntjes ook met wat wit extra accentueer. Dat is omdat ik zo op dat moment ben ik nog altijd aan het twijfelen of ik de krokussen in de sneeuw ga zetten of niet. wat bedoel ik met in de sneeuw zetten? Het is zo een van mijn afwerkingen om overal op te spetteren met wit. Dus ook hier zo kan ik perfect door met wit er wat achteraf op te spetteren een sneeuweffect maken. Dus ja, en aangezien dat er toch heel veel lucht is op dit schilderij en eigenlijk de bloemen pas onderaan, vanaf de helft van het schilderij staan, zou dat wel een leuk effect kunnen hebben. Dat wordt de verrassing voor op het einde van het filmpje dansen. Wel of niet? Je ziet net als bij die bloemblaadjes. Ga ik ook de blaadjes van het plantje zelf blijven zoeken naar wat ik juist, de juiste kleurencombinatie vind, wat ik het juiste effect vind, waar ik de schaduw leuk vind. Het zijn heel leuke projectjes die je eigenlijk op een uurtje af kunt hebben. Maar het zijn ook heel leuke projectjes waar je eigenlijk een hele avond mee kunt vullen. En blijven zoeken naar wat je leuk vindt. Het mooiste is eigenlijk om een foto op te zoeken op internet van iets wat je mooi vindt. En dat volledig proberen na te verven. En ook naar de schaduwen kijken. Voor jezelf bepalen van daar komt de zon of van daar komt de maanlicht. Ja, dat is echt een beetje zoeken naar wat uw stijl kan zijn daarin. En dan zou je wel eens heel verrast van uzelf kunnen geraken. En dat vind ik toch nog altijd het leukste aan zo'n dingen, dat mensen verrast zijn van hun eigen kunnen. Want geef toe, wij mensen, wij onderschatten onszelf graag. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, hè? Ons hebben ze altijd geleerd op school: uitzonderingen bevestigen de regel.
Hier probeer ik wat sprietjes te tekenen in het gras. Ik dacht even aan mogelijk onkruid dat door de eerste zonnestraaltjes van naar boven zou komen. Maar uiteindelijk heb ik het toch weer wat bedekt. En hier ben ik dus inderdaad die aarde een beetje aan het ja, meer aardiger maken. Niet zo perfect vlak. Precies alsof je hier met zo'n platwels of een platwel overgegaan zijn. Nee, hier ziet het er eerder uit alsof het net geschoffeld is. En dat is ook leuk. Dus om dat effect wat te krijgen, niet zo de perfecte platgewalste grond, ga ik hier met zowel het bruine als het bruin gecombineerd met het groene zo wat stippelen. Echt stippelen. En dat geeft dan zo het effect wat van de, ja, de klontjes aarde die pas geschoffeld zijn. En ook daar kun je weer volledig in laten gaan, hè. Je kunt dat snel doen, maar je kunt dat ook heel lang mee bezig zijn. Het kan maar een zenmomentje zijn. Meer moet dat niet zijn. Daar heb ik een beetje gesmodderd. Daar werk ik achteraf ook wel weer bij. Dat is natuurlijk het leuke, hè? Als je zo lang je verf op je paletje kunt, je dan nog wat bijtikken. En voilà, de verrassing is onthuld. Ik heb mijn waaierpenseel nat gemaakt. Ik heb nog wat witte verf die ik wat verdun. En voilà, daar komt de sneeuw. Het is smeltende sneeuw die niet blijft liggen. Dus we kunnen geen sneeuwman maken. Maar toch genoeg om de speelsheid in het schilderijtje weer wat naar boven te laten komen. Je ziet me heel hard sukkelen. Dus extra water dan, hè. Als het er niet goed van afspettert, dan iets meer water. Verdun het ook niet te plat, want dan krijg je eigenlijk doorzichtige drupjes. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je wel het wit nog, het effect ervan nog ziet. En dan is het natuurlijk opruimen geblazen, hè. Ik hoop dat jullie het weer heel leuk vonden. Dat jullie weer iets hebben kunnen bijleren. Een volgende schilderijtje voor aan de muur. Of voor cadeau te doen. Of wat je er ook mee wilt doen. Of door geïnspireerd te zijn om verder mee te gaan. Ik hoop in ieder geval dat jullie blijven kijken. En wil je meer zien van filmpjes van Prullen Mieke, duw zeker op abonneer je op dit kanaal. Wilt je zelfs een melding krijgen als ik een filmpje op je post duw op het belletje? Reacties zijn altijd welkom. Alles, voor mij is alle feedback welkom. Ook ik moet nog leren. Dit is ondertussen mijn derde schilderijtje dat ik heb gemaakt. Dus het is voor mij ook nog nieuw. Maar toch hoop ik te kunnen inspireren om een eigen hobby te ontplooien. Het is nog maar eens bewezen hoe belangrijk dat kan zijn. Ik ben nog een beetje aan het bijtoucheren en aan het bijwerken. Ik zeg het, je kunt daar uren en uren aan bezig blijven. Maar dus bij deze ga ik afscheid van jullie nemen. Hopen dat jullie zelf ook aan de slag gaan. Altijd welkom om dingen te posten in het groepje van Prullenmiekes. Alles is daar welkom. En anders mocht het ook altijd doorsturen via mail. Ik ontvang het graag. Dus bij deze, tot de volgende keer. Dag! Thank you.
Thank you.